مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. Dames en luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van Rashid Pirkanskal Ajorkal. Dit is de aflevering voor zaterdag 4 juli 2020. Kal Ajorkal, gisteren, vandaag en morgen, wordt live uitgezonden vanuit Paramaribo, Suriname en is nu te beluisteren via de RBN radiofrequenties. RP de Hot One 89.7 FM. Deze uitzending is ook in Nikeri te beluisteren via Herstel. Deze uitzending is ook te beluisteren via ECMI Radio 91.3 FM. En een simulcast in Nikeri op de 103.5 FM. Live is deze uitzending ook te zien via YouTube. Daarvoor gaat u naar de YouTube-source. U slaat in RBN Suriname. En deze uitzending is vandaag ook live te volgen via Alpha Channel Suriname Facebook. Kunt u deze uitzending ook volgen. Online is deze uitzending te beluisteren via de website van Dagblad Suriname. Daarvoor gaat u naar dbsuriname.com en landelijk te zien in ons eigen land via RBN kanaal 5.1. Mijn naam is Farid Pirkan, ik ben uw presentator voor gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkan's Kalaj Orkel en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Laat me bij de aanvang van deze uitzending alle mensen condoleren die een dierbare hebben verloren. En ik wil u allemaal veel sterkte toewensen in deze voor u zeer moeilijke en droevige dagen. In het bijzonder willen we vandaag ook condoleren de familie Lal Mohammed, Habib Lal Mohammed, met het heengaan van Tine Habib Lal Mohammed op de gezegende leeftijd van 75 jaar. De begrafenis vindt vandaag plaats. De gelegenheid voor het nemen van afscheid is er vandaag. En dan wel van 12 tot 1 aan de Gipstraat nummer 9, maar het rijdt de 5. En de begrafenis vindt plaats op de SIV-begraafplaats aan de Doekjeweg. Alwaar het Janaza-gebed omstreeks 3 uur zal worden gelezen. De terrade bestelling is er dan om 3:30. Aan de mensen die er aanwezig zullen zijn, wordt gevraagd rekening te houden met alle COVID-19 verplichtingen en om deze in acht te nemen. Vandaag wil ik ook condoleren de familie Lucon Paul. Van ons is heen gegaan Wonnie Lucon Paul Mee. En deze mevrouw en haar hele familie, daarvan zijn we 48 jaar buren. En dat bedoel ik buren, is letterlijk buren. Als je je poort openmaakt, dan zie je die familie. En Wonnie is komen te overlijden op de leeftijd van 81 jaar. En vandaag vindt dan ook de begrafenis plaats. Op zaterdag 4 juli is er gelegenheid tot het nemen van afscheid van 12 tot 1 in de aula van de Rooms-Katholieke Begraafplaats aan de Schietbaanweg. En natuurlijk in achtneming van de COVID-19 maatregelen. De kerkdienst en de begrafenisplechtigheid zal vanaf 1 uur in besloten kring plaatsvinden. Bij deze condoleren we de hele familie, in het bijzonder Gladys en de klein en de kinderen, Mike, Roy en Angelique en de kinderen. Ik wens allemaal veel sterkte toe. En wat je kan zeggen is, als je goede buren hebt, en dat zijn onze buren voor 48 jaar, is niet één dag, is 48 jaar, is woning onze buurvrouw geweest. En dat helpt je leven ook vormen. Dus met nadruk condoleren we de nabestaanden, ook mede namens mijn moeder, namens mijn vrouw, Audrey, de kinderen, Ambrien, Verdien en Malika. En we zeggen al heel hartelijk dank dat ze een heel, heel goede buurvrouw van ons is geweest. Een heel, heel goede buurvrouw. Ze kon ook lekker koken en dat bracht ze ook tot uiting met haar restaurant Even Anders. Dus u zult mij hoogwaarschijnlijk vandaag niet kwalijk nemen als ik vandaag die uitzending eerder stop. En dan wel hoogwaarschijnlijk 10 minuten voor de tijd, omdat ik de afscheidsplechtigheden wil en moet gaan bijwonen. Nogmaals, van ons is overleden Wonnie Lucon Paul Mee. Zoals eigenares van het restaurant Even Anders. Overigens condoleer ik alle mensen die ook een dierbare hebben verloren. Het zijn heel moeilijke dagen voor de familie, vooral waar nu afscheid genomen moet worden met speciale COVID-maatregelen. Ik
kunnen mensen mogelijk niet in grote getalen aanwezig zijn. Maar ik ga er gevoeglijk van uit dat de mensen die de overledene hebben gekend ook meeleven met de familie. De mensen die ziek zijn wens ik van harte beterschap toe en een spoedig herstel aan u allemaal. Uiteraard zijn er vandaag natuurlijk ook mensen jarig. By the way, alle zieke mensen, goede gezondheid aan jullie toegewenst. Ik wil ook in het bijzonder vandaag een goed herstel toewensen aan mijn oom Ashraf Pirkan. Niet woonachtig in Nikeri, maar vanwege gezondheidsreden moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis. En hij is in het academisch ziekenhuis, dus ik wens hem goed herstel en ook alle andere mensen die in de ziekeninrichtingen zijn opgenomen. De felicitaties gaan uiteraard ook in de richting van de mensen die jarig zijn vandaag. En vandaag willen we feliciteren Nirmal Kumar Bhagwan Singh. Siska Rama willen we ook met nadruk feliciteren. Siska Rama is de presentatrice van Multiculti. En we willen Nisa Rosan ook feliciteren bij deze. De mensen die hun jaardag kunnen gaan voorbereiden op zondag 5 juli zijn Farah Chin en Jaya Sital. En op maandag 6 juli Barkat Mahab Ali. Dat is de nieuwe DNA-lid van de politieke organisatie VAP. Hij mag zijn jaardag voorbereiden op 6 juli. En Rohit Badal. En op dinsdag 7 juli mag Charles Dawson haar verjaardag ook gaan voorbereiden. Mocht u jarig zijn, dames en heren, vandaag en mogelijk een van deze komende dagen, wens ik u allemaal voor vandaag een hele mooie jaardag toe. En een goede voorbereiding aan alle mensen die hun jaardag gaan voorbereiden in een heel andere situatie, wat niet normaal is. Maar ik wens u een goede voorbereiding en hopelijk maakt u toch binnen de regels van COVID-19 toch een leuk feestje op jullie eigen manier. Laat me u de koersen doorgeven, de lokale koersen. Dat zijn wel bekend als de mami en papi koersen. De koersen die dalen nog niet substantieel. Hoogwaarschijnlijk wachten de koersen op een nieuwe regering. Want een nieuwe regering kan rust brengen en vertrouwen brengen. Maar de Amerikaanse dollar noteert 13,75 voor de aankoop en de verkoop is 14,25. De euro noteert 14 voor de aankoop en 14,50 voor de verkoop. Dit is Kalajor Kalle. We gaan u vandaag uiteraard zoals gebruik alle ruimte geven om uw maatschappelijke mening met ons te delen. Niet specifiek met mij, ik ben intermediair naar de honderden duizend mensen die luisteren en kijken naar Kalajor Kalle, zowel nationaal als internationaal. Verwelkom ik u straks. Uw maatschappelijke mening. U kent de rules and regulations. Alles mag. Beledig geen mensen. Blijf netjes. Blijf even vriendelijk zoals u vriendelijk bent in uw nabije omgeving met uw mensen die om u heen zijn. Vandaag is het de onafhankelijkheidsdag van Amerika. Het is de 4th of July, Independence Day. Hoewel ook in Amerika er COVID-maatregelen zijn, heeft Donald Trump toch gisteravond in Amerika een toespraak gehouden in het bijzijn van pakweg 7000 mensen, waarbij er geen COVID-maatregelen waren getroffen. Hij beschuldigde de linkse culturele revolutie en die probeert dan alles van Amerika kapot te maken. Ondertussen is het aantal geregistreerde besmettingen met het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten is het nu op 2,8 miljoen besmettingen. En in Amerika zijn het aantal doden nu intussen op 129.432. In Amerika maken de mensen gebruik van hun rechten van vrijheid en ze houden zich niet per se aan maatregelen afgekondigd door de deelstaten waaraan ze zich moeten houden. Dat merkt u steeds dat men gebruik maakt van hun vrijheden en men zegt men kan niet hun vrijheden beperken. Vandaar dat het in Amerika heel moeilijk gaat worden om het te controleren, tenzij er speciale regelgeving, wetten worden afgekondigd waarbij de burgerij er niet om kan. In Brazilië is de grens gepasseerd van 1,5 miljoen coronagevallen. Het aantal doden is nu 6374. En met deze cijfers deelt het land na de VS de meeste besmettingen en de meeste doden. Waarom ik speciaal Amerika accentueer in Brazilië? En natuurlijk zit het virus nog overal in de wereld her en der. Ook in ons eigen land. Omdat Amerika, dat is dicht bij ons continent, niet op ons continent weliswaar, maar dicht bij ons continent. En Brazilië, dat is ons buurland. En gezien wij vrij open grenzen hebben, zit het gevaar er ook mogelijk voor ons in als eigen bevolking, dat het bewust of onbewust, vaak genoeg onbewust, er ook mensen van Braziliaanse komaf naar ons land komen, al dan via de zogenaamde illegale wegen, en die dan mogelijk besmet zijn en dat ook naar ons eigen land brengen. En dat gebeurt alleen maar, niet omdat de regering het zo graag wil. De regering wil het uiteraard, het COVID-team wil het ook niet, maar we hebben vrij open grenzen. En dat is ons probleem. Wat ons eigen land aangaat,
zien we dat we 281 actieve cases hebben. We hebben 561 mensen die positief zijn getest. Jammer genoeg, heel jammer genoeg, hebben we 13 doden. Maar dan moeten we wel op het volgende letten. 267 mensen zijn hersteld. Dus u moet ook letten dat het aantal mensen dat hersteld heel erg groot is. Dus 267 mensen zijn hersteld. 7 mensen zijn in intensive care en 522 zijn in quarantaine. We gaan nu de lijnen voor u opengooien. Ik verwelkom uw maatschappelijke mening op het telefoonnummer 532037 in Kalajorkal van zaterdag 4 juli 2020. In Japan zijn 75.000 mensen moesten verhuizen vanwege hevig noodweer en overstromingen. En dat is in de ochtenduren gebeurd. Japan heeft als hoofdstad Tokio. Laten we verder gaan naar wat lokale informatie. In ons eigen land gebeurt er weliswaar niet zoveel politiek, omdat iedereen min of meer wacht op de aankomende regering. Iedereen wacht ook nog meer op de huishoudelijke vergadering van het parlement die morgen gehouden moet worden, waarbij in het huishoudelijk parlement men gaat vaststellen morgen wie de eerste vervanger en de tweede vervanger wordt in het parlement. Dat zijn interne aangelegenheden. Daarna hoopt men vast te stellen een datum voor de verkiezing van de president en de vicepresident in de Nationale Assemblée. Tot daaraan toe is de huidige regering nog steeds aan de macht onder leiding van president Bouterse en vicepresident Ashwin Adin. En u merkt van tijd tot tijd, zover men het te weten komt, dat men nog heel wat zaken doet die zij mogelijk niet moeten doen en over moeten laten aan de aankomende nieuwe regering. Dus met alle handelingen die ze nu plegen, compromitteren ze belasten de nieuwe regering met iets waarvan de nieuwe regering hoogwaarschijnlijk het anders zou hebben gezien. Dus als zou je ze nou een advies geven van doe dat niet jongens, hoogwaarschijnlijk gaan ze toch niet naar het advies luisteren. Ze gaan toch maar de laatste dagen doen wat ze willen in de zin. Dit is Kalajorkal, het onafhankelijk kiesbureau onder leiding van mevrouw Silos heeft de resorten Tamenga en Pontbuiten als mede de districtsraad van het kiesdistrict Paramaribo voor bindend verklaard. U weet dat er sprake was van enkele stembureaus in Paramaribo waarvan men opmerkingen had gemaakt ten aanzien van de RR-leden. Na controle blijkt dat er niet zoveel verschuivingen hebben plaatsgevonden en geen noemenswaardige zaken van dien. Dus die zijn ook voor bindend verklaard. Eerder waren de verkiezingen van de overige districten en in de 10 resorten in Paramaribo al bindend verklaard. De scholen die gaan open op 6 juli. Dat heeft minister Verrier van Onderwijs bekendgemaakt. En een heleboel mensen zijn nog niet zo content ermee vanwege angst. En ook mogelijk vanwege het feit dat ze niet zeker zijn of de protocollen uitgezet door het ministerie als zodanig uitgevoerd zullen worden. Maar een feit is, de examenklassen die gaan beginnen met de scholen. Het gaat uitsluitend voor scholieren in de examenklassen die gaan moeten starten. We hebben ook gehoord dat de bussen gaan rijden. Het is nog niet zeker of die bussen gaan rijden. Je hoort tarieven van 4 SRD. Omdat ze met relatief minder mensen gaan werken. Maar de vraagstelling, het is onduidelijk wie betaalt die 4 SRD. Gaat de klant dat betalen? Of gaat die overheid zeggen van jongens, ik betaal het verschil. Want 4 SRD voor een burger, dat is enorm veel geld in deze tijd. Is veel geld, maar we kunnen de bushouders wel begrijpen. Maar iemand moet wel het verschil ophoesten. Voor zover ons bekend is er nog geen understanding met die overheid van wie gaat het verschil moeten ophoesten voor bustransport. Dit is Kalajorkal. Wat gebeurt er verder in ons land? In Nikeri, in Wageningen, is het bericht gekomen dat de pompgemaal daar in Wageningen, dat is onder water. Het blijkt ook dat de dure installaties die destijds met een credit line van India, de zogenaamde pompen en onderdelen die geïnstalleerd moesten worden, dat die nog buiten liggen. En die liggen al maanden buiten. In 2019, december 2019, moest het project zijn afgerond. We zitten nu bijna ver over tijd. En men maakt nog geen aanstalten om die dure machines. Het gaat om machines die miljoenen hebben gekost, hè, dames en heren. Miljoenen hebben gekost, die liggen buiten te roesten, als ook de onderdelen.
En het is toch een zeer kwalijke zaak hoe men met duurzame producten die veel geld hebben gekost omgaat. We doen het live vanuit Paramaribo. We hebben vandaag ook een gesprek met meneer Kalu. Ik weet niet of we dat direct gaan draaien, jongens. Ah, oké. Okay. Dus ik moet u aan de praat blijven houden. Het blijkt dat ze een computerstoring hebben. En dat moeten ze nog even oplossen voor ik verder met u mag gaan. Maar in elk geval, laten we wel verder gaan. De incoming government, zoals we noemen, zeggen de aankomende regering, die gaat sowieso bij haar aanvang een, als je het wil noemen, een noodprogramma snel moeten uitvoeren voor de eerste 6 tot 12 maanden. Voor de eerste 6 tot 12 maanden. Bij het aantreden van een regering, en vooral deze regering, die gaat aankomen, waarvan de ministers nog niet bekend zijn, maar dat gaat de incoming president zelf bekendmaken als hij onderstanding heeft met de coalitiepartners, gaat het heel belangrijk zijn om eerst te weten, wat neem ik eigenlijk over? Is net als je een winkel overneemt, dan zou je volgens een inventarisatielijst moeten kunnen nagaan, wat neem ik precies over? En dat wordt een heel moeilijke hobbel. Heel moeilijke hobbel. Er is nergens bij wet geregeld, of per resolutie ergens, dat bij de regeringsoverdrachten alles in een package overgedragen moet worden. Wat er vaak genoeg gebeurt, er worden gewoon op een A4 protocol van overdracht getekend en dan mag je naar huis huppelen. En dan eenmaal als je aantreedt, ontstaat dan het probleem dat jij moet gaan zoeken naar de documenten waaraan de vorige regering zich gecommitteerd heeft. En dat wordt een enorme zoektocht. Dat wordt een enorme zoektocht. Het kan soms 2 maanden, 6 maanden duren voordat je precies weet welke contracten, welke documenten, welke resoluties, wat is getekend, wat is niet getekend, als er geen correcte overdracht plaatsvindt. En zoals ik al eerder zei, er is geen regelgeving dat iemand moet zeggen, oké, hier heb je het pakket en hier heb je een doosje, alsjeblieft, hierin staat alles. Dat is nergens geregeld. Dus het gaat een enorme zoektocht gaan worden, enorme zoektocht. En overigens, bij een aankomende regering weet je ook niet welke lijken uit de kasten zullen komen, welke contracten, want tot nu toe praten mensen alleen maar over contracten die bekend zijn. Maar hoeveel contracten, sluipende contracten, zijn er niet getekend, waarvan de incoming government het hoogwaarschijnlijk nog niet weet. Nog niet weet. Dus de eerste fase, een overheid gaat op meerdere sporen moeten werken. Op meerdere sporen moeten werken. En op basis daarvan zou ze een plan moeten maken. Een 12 maanden plan om van daaruit verder te gaan. Men gaat een zoektocht moeten doen naar dossiers, contracten, nationaal, internationaal. En dat is een immense taak, dat kan ik u wel zeggen. Want als iemand een paar contracten achterover drukt en houdt, en je komt het pas na een jaar weer tegen, ja, dan creëert het hobbels in dat systeem. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Farid, goedemorgen, Ronnie uit Wanika. Ah, Ronnie uit Wanika, jij gaat mij vertellen over het binnenland. Nee, vandaag niet. Oh, shit. Oké, maar ga je gaan. Oké. Farid, zei dat de uitslag bekend is qua de verkiezing. Steeds krijg ik te horen van de 16 knikkers althans. Ik ga ze zo uitdrukken, 16 knikkers. Dat ze gaan kritisch kijken naar de regering. Weet je? Maar ik vraag me steeds af, wat valt er nog kritisch te kijken? Want het land heeft geen geld. Er is zoveel leningen. Meneer Santokki heeft het een heel zware taak op zichzelf genomen. En dus dat steeds zit ik ermee. En als ik de laatste gesprekken weer volg van Bouva, Melvin Bouva, ja, we gaan kritisch kijken. Dan vraag ik me constant af, jongen. Dus ik kom niet uit. Wat valt er nog kritisch? Ik vraag me alleen één ding af ook. Tenzij als de uitslag omgekeerd zou zijn en de P was aan de macht. Wat zou de koers vandaag aan de dag zijn? U en ik, we hebben een beeld van wat de koers zou zijn vandaag aan de dag. En hoe zouden zij doen met de aflossingen?
iets begint te spelen qua de dam om over te nemen en dan de rente, als je niet in staat bent om te betalen, van waar zouden ze dat geld nu betalen? Van waar zouden ze het halen? Dus dit zijn die dingen die echt men denkt dat ze hebben te maken met stomme rikken. Wij het volk, we hebben geen verstand. En ze proberen met allerlei goede praatjes nu onze hoofd te vullen. Eerlijk gezegd, Fari, ik word gewoon misselijk van. Als ik naar deze mensen moet luisteren. We moeten nu vooruit kijken. Dat hoe moeten we eruit uit deze situatie. En dan komt de COVID nog kijken. Maar als je voor salarissen moet bij de bank gaan lenen. Hoe verder dan? Hoe verder met Suriname? Dus dat zijn de vragen. En dan komen deze 16 krikkers erover praten dat ze willen zo heilig zijn. Nou, als het aan mij zou liggen, eerlijk gezegd, dan mogen ze maar dobberen op het zee. Oké, is goed, Ronnie. Dank u wel. Dat is een opmerking van de beller, welke u neemt ter kennisgeving. Ashwin Adin maakte nog een opmerking. En iemand die het mij vertelt, want ik heb het zelf niet gehoord, maar die persoon is betrouwbaar die het me zegt. Hij maakte nog een opmerking door te zeggen van, gaat deze incoming government, die zo met populistische bewoordingen mensen wil overtroeven, gaan ze over een jaar zeggen dat het nog de NDP-schuld is? Wel, iemand die me dat zei, die zegt, ik moet dan Ashwin Adin zeggen, over een jaar gaan ze hem niet zeggen. Ze gaan hem 10 jaar blijven herinneren dat het jouw schuld is. 10 jaar lang. Want 10 jaar lang hebben we slagen genomen. U bent in de uitzending. Goedemorgen, Farid. Goedemorgen. Farid, hoe gaat het? Ah, goed, Sam. Goed. Ja, met Sam. Ja. Ja, blij je te zien na lange tijd. Ik ben ook bang nu. Ik ga niet te veel uit. Mm-hmm. COVID toch? Ja. Dus en ik adviseer iedereen die niet ergens hoeft te gaan. Tana Osso, af en toe ben ik in aanraking gekomen met mensen. Maar gelukkig op een afstand van wie je later hoort, die man is besmet geraakt. Dus je is schrikkie, je komt thuis, 's avonds, je denkt dat je koorts hebt. Je denkt dat je hoest. Je wordt bang, zenuwen man. Grote man als ik ben bang voor COVID. Maar goed, Farid, die pompen van Wageningen zijn verkeerd gekocht. Zal ik je zeggen waarom? Vertel. En dit zijn die rampzalige dingen in Suriname. Die leningen die men heeft genomen in dit land. Meer dan de helft zijn overdreven groot. En ik kan praten over de sector van waar ik kom. Je gaat niet op Santo Boma een 25 megawatt transformator zetten, terwijl die belasting daar niet eens 3 megawatt is. En in de komende jaren nog geen 10 gaat worden. Begin een 5 te zetten en brei uit na 5 jaar. En men heeft bij EBS meer dan $400 miljoen aan leningen genomen. En wie gaat het betalen? De klant met die kilowattuurverkoop of de staat met jouw belastingcent? Laat me je vertellen, niks is duidelijk en we gaan dit alles moeten onderzoeken en rechttrekken. Ja, maar vertel me over die pompen. Die pomp is 50 hertz. Is 50 hertz pomp. Is er 50? In heel Suriname gebruiken we 60 hertz. Ja, Wageningen mm-hmm. heeft 2 generatoren die 50 hertz genereren vanaf de tijd van de Nederlanders. De planning is om die generatoren te brengen op 60 hertz. Dat is een koud kunstje. Ze doen het niet en dan gaan ze duurdere pompen kopen die duurder zijn dan die hele centrale op 50 hertz. Als ik morgen beslis om die centrale te zetten op 60 hertz, dan zijn die pompen niet meer goed. Zo kriskras werkt men in dit land, ongecoördineerd. Mensen zonder kennis en kunde en zitten op posten en nemen beslissingen voor dit land en zetten ons in grotere malaise. Oké, Sam, maar even een vraag. Als die pompen 50 hertz zijn, die kunnen overgeschakeld worden naar 60, toch? Je gaat die generator harder draaien. Je gaat zijn snelheid verhogen. Is hij op 60? Ja.
En die spoelen moet je een beetje anders schakelen en klaar. Ik heb daar 50, 60 alles gedraaid in Wageningen in 1986. Ja. Maar wat ik wel erg vind, dat ingenieursbureaus, ministers, EBS, met misschien niet de juiste mensen op die post, die hebben beslissingen genomen en ons weer in de rotzooi gestopt. Dus wat ik wil zeggen is, onnodig het volk in kosten jagen. Wie moet morgen deze... Ik word er gek van wanneer ik zie dat we in de C-rating zijn gegaan. Zo dom, zo armzalig, zo onbeschoft heeft men dit land geregeerd, dat je geen salaris voor volgende maand hebt. Jij en ik, in ons huishouden, wanneer we een maand geen geld zouden krijgen, heb je altijd ergens iets gezet om 3-4 maanden... of een jaar of 10 jaar uit te komen. Maar dit land heeft geen geld gezet dat men volgende maand weet hoe men salaris moet betalen. Is toch een wanbeleid? Dan komt men op televisie nog babbelen en zeggen dat ze kritisch gaan zijn? Laten ze ophouden, dat wilde ik zeggen. Oké, Sam, dankjewel. Dit is Rashid Pierkans, Kal Ajor Kal. Dat men geld is gaan lenen bij de banken om salaris te betalen. Dat gebeurt overigens niet voor het eerst. Toen president Venetiaan ook overnam van destijds de regering van Jules Weidenbos, kreeg ook president Venetiaan te doen met een lege kas. Hetzelfde verhaal herhaalt zich nu, maar nu in de persoon van Chan Santokki. Dus wat we nu gaan krijgen, is hetzelfde verhaal. Venetiaan kwam een lege kas tegen en hij moest ook in de eerste maand geld gaan lenen om die salarissen van de overheidsambtenaren te kunnen betalen. En van daaruit zijn ze verder gegaan. Nu zien we hetzelfde gebeuren. Kijk, als je bij de banken leent, dat is niet zo erg. Dat is het werk van de banken overigens, om geld uit te zetten. En de banken geven dan de regering wat krediet, kortlopende kredieten, met hoge rente uiteraard. Een bank moet het hebben van rentetoeslag. En als ze dat krijgen, dan... dan gaan ze die overheid wel geld lenen. Met de verwachting dat ze wel op tijd terugbetaald worden. Ik denk dat we Kalu hebben. Gaan we Kalu draaien? Ja. Oké, prima. We zijn standby. We hebben een kort interview met Richard Kalu gemaakt eerder op de dag. En we hebben gepraat met hem over die Oppenheimerschuld. Die is genomen en die de overheid niet terug kan betalen. Gaat u meeluisteren en meekijken. We praten met de heer Richard Kalu ten aanzien van de schuld die de staat Suriname heeft bij de arrangeur Oppenheimer, waarbij het blijkt dat de staat Suriname haar schuld nu niet kan betalen. Meneer Kalu, wat is uw mening hieromtrent? Het is duidelijk dat toen die lening afgesloten werd, had ik al gesteld dat eigenlijk, gegeven het feit dat wij zoveel leningen aangegaan zijn, de verdiencapaciteit van het land niet toelaat dat wij in staat zullen zijn die leningen af te lossen. Het is een verhaal van bijna heel lang, omdat al de mensen die met dezelfde politieke cultuur gehandeld hebben in Guyana, meneer Burnham en anderen in andere landen, die zijn geëindigd allemaal met een bankroete staat. Maar het kon hun niks schelen, want ze leefden toen niet meer. En dus wij gaan deze lening niet kunnen aflossen, omdat wij die verdiencapaciteit niet hebben, in de eerste plaats. In de tweede plaats, Oppenheimer staat bekend in Wall Street als een van de sharks, dus haaien, piranha's van Wall Street. Het zijn mensen die dus tegen een bepaalde rentepercentage, woekerrente, jouw lening verstrekken en die eigenlijk altijd bereid zijn om met de harde hand jou te dwingen jouw lening af te lossen. Dat is gebeurd met Argentinië. De Argentijnen dachten ze zijn een soevereine staat, dus ze hoeven niet af te lossen. Ze zijn naar de rechter gesleept door Oppenheimer. En de rechter heeft natuurlijk een vonnis gewezen in het voordeel van Oppenheimer. En zo kon men beslag leggen op alle tegoeden van de Argentijnse Centrale Bank in New York in Amerika. En hetzelfde staat ook te gebeuren met onze tegoeden die bij de Citibank zitten in New York. Dus het is niet zo vrolijk, moet ik zeggen. Het gaat ervoor zorgen dat de regering financieel helemaal klem gaat komen te zitten. Compleet klem.
En dan moet ze een financier zien te vinden die bereid is om eigenlijk overal alle schulden op zich te nemen. En dan kunnen wij alleen met hun alleen dealen. En dat kan alleen via een constructie zoals Guyana dat gehad heeft met de Club van Parijs. Daar zijn een groot aantal landen hebben zich garant gesteld voor de aflossing van de schulden van Guyana. Dat heette de Club van Parijs. En wij zullen dat via onze diplomatieke kanalen ook moeten doen, omdat wij alleen niet in staat zullen zijn om met de verdiencapaciteit die we geërfd hebben van jarenlang potverteren, dat niet gaan kunnen doen. Meneer Kalu, we hebben nou ook tegelijkertijd gezien dat we de schuld niet kunnen betalen, maar we zien ook dat Finch Suriname nog verder heeft gedowngrade van triple C naar C. Wat betekent dit in termen voor de bevolking? Nou, en voor de bevolking betekent dus dat de koers, als wij de internationale instellingen als de Wereldbank en de IMF niet bereid vinden om ons een betalingsbalans steun te geven, dat wij dan te maken zullen hebben met een stijgende koers. En dat betekent dus meer koopkrachtverlies, betekent veel meer ellende voor de Surinaamse bevolking. Dus we hebben het ergste nog niet gehad, het ergste moet nog komen. Wat denkt u dat de aankomende regering zou kunnen doen? Ze moeten in de eerste plaats eerst proberen een constructie als van Guyana. We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. We moeten via een aantal bevriende naties een constructie afdwingen waarbij die landen zich garant stellen voor de aflossingen die wij moeten doen bij de voornaamste geldschieters. En dan moeten wij ervoor zorgen dat we via de gebruikelijke instanties als de IMF en de Wereldbank een betalingsbalanssteunregeling kunnen treffen. En dan betekent vervolgens dat wij moeten gaan saneren en investeren. Saneren en investeren. In de afgelopen 30 jaar hebben we dat niet gedaan, maar dat gaan we nu wel moeten doen. We hebben gewoon gepotverteerd. Alle regeringen die geweest zijn, zijn bezig geweest met potverteren. Aldus Richard Kalu, die zijn mening heeft gegeven ten aanzien van de schuld die Suriname heeft bij de arrangeur Oppenheimer, waarbij de staat Suriname haar aflossingsschuld en rente van 23 miljoen niet kan betalen. Dit is Kala Jorkal. Deze opnames met Richard Kalu hadden we eerder gemaakt en hopelijk hebt u er kennis van genomen. We verwelkomen weer uw maatschappelijke mening op het telefoonnummer 5320037. Het is heel bedroevend en heel lastig om iedere dag te vernemen voor iedereen dat het land bankroet is. De regering Bouterse laat een bankrupt state achter voor de aankomende regering onder leiding van Chan Santokki. Dat gaat betekenen dat een aankomende regering enorme discipline en creativiteit aan de dag gaat moeten leggen. Wil zij tenminste binnen 1 jaar enige rust brengen op de markt? Want een nieuwe regering gaat geen wonder kunnen doen in 2 maanden. Is gewoon niet mogelijk. Maar wat ze wel kunnen doen is met een aantal maatregelen rust en vertrouwen terug te brengen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Pirkan. Hoe maakt u het? Fijn weekend alvast. Ja, u ook. U ook. Dank u wel. Ja, oké. Als ik met de deuren huis mag vallen. Gaat u gang. Kijk, die betreffende zaterdag die samenwerking overeenkomst getekend werd van VAP, ABOP, NPS, NPL. Hebben ze duidelijk gezegd een water en nee, gas en olie gaan naar NPS, toch? Brunswijk is naar huis gegaan, hij is gaan slapen. De volgende dag is hij geïnstrueerd door een zekere meneer, waar we nu op het ogenblik een probleem hebben met een Oppenheimer. Want die meneer heeft hem geïnstrueerd dat hij gas en olie niet kan afstaan. Dus nu wil ik wel weten hoe verder. Want ik zeg het elke dag, als ik een crimineel was, ik ben een burger van Suriname, als ik een crimineel achtergrond had, zou ik alvast geen assembleevoorzitter kunnen worden. Ik zou ook geen, vice-president kunnen worden en ga zo maar door. En toch hemelt men sommige mensen op. Ik zeg het elke dag, hoe ik hier zit, ik
ik wil het beste van Suriname hebben. Maar hetgeen dat die drie mensen alvast gedaan hebben. Ik ga nu namen noemen. Bijvoorbeeld, die goede meneer die die onderhandelingen gepleegd had met Suralco. Hij, president van het land en die betreffende hoofdraad. Nadat Santokki president geworden is, gaan we het in onze macht voelen dat we die stroomrekening wordt zeker duurder. En daarom zeg ik het elke dag, wie het niet wil begrijpen, hoeft het niet te begrijpen. Want ze gaan het gewoon door de straat Santokki drukken. Want, en hetgeen waarover ik het ook wil hebben, ik wil het hebben over, kijk, het volk heeft gesproken. En aangezien dat het volk gesproken heeft, wanneer Matura praat ze netjes. Wanneer Santokki praat hij ook netjes. Maar wanneer Yogi praat, zegt Yogi gewoon duidelijk VAP na ABOP is het een regering. Gauw gezegd dat er een partij naar bijvoegsel. Want ABOP na VAP op 30 zetel. Wat wil Yogi daarmee uitleggen? Dus ik zeg, we moeten dat ding samen doen. En Yogi kan geen gekke dingen komen uitleggen. Meneer Pikan, ik luister verder. Ik zou zeggen, fijn weekend. Power en nog gekondoleerd met je buurvrouw. Kracht, Timmy Brada. Ja, dank u wel. Kijk, iedere parlementariër heeft een eigen mening. En op basis van hun eigen mening heeft iedere burger ook een opvatting over datgene wat ze zeggen. En dat brengt nou variëteit in het spel, waarbij mensen hun eigen mening kunnen vormen over datgene wat parlementariërs zeggen, zoals u. Wat er sowieso gaat gebeuren en moet gebeuren, is dat de regering zo snel als mogelijk, en de incoming government, deze regering moet zo snel als mogelijk weg. Waarom ik u ga zeggen weg? Omdat geen enkel land en geen enkele geldschieter, zo je wilt, gaat een deal willen maken met een regering die nog niet op die stoel zit. Dus meneer Santokki en zijn mensen om hem heen mogen wel goede plannen hebben, maar geen enkele government-to-government, geen enkel instituut gaat nog een understanding hard met je maken als je nog niet op die stoel zit. Ze kunnen wel zeggen nu, ik hou van je, ik vind je leuk, ik hoop dat je komt, ik weet dat je het beter gaat doen, maar daar gaat het voorlopig bij blijven. Vandaar dat wisseling van de wacht zo snel als mogelijk moet komen, doordat ze die afspraken, althans wat ik noem tentatieve afspraken die er mogelijk zijn, die zo spoedig als mogelijk kunnen gaan afronden. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, heer Pirkan. Goedemorgen. Ik wilde zo ver zijn om mijn naam voluit te noemen, Emiel Goede. Ik wil namelijk kritiek hebben op een van de stellingen van de heer Kalu. Die heeft namelijk gezegd, alle regeringen de afgelopen 30 jaar hebben aan potvertering gedaan. Ik heb me mateloos daaraan geërgerd, omdat het bezijdende waarheid is. We moeten de regering Sarjo Venetiaan met Telting en Hildeberg, daar moeten wij een monument voor oprichten. Zij hebben namelijk de economie hersteld en hebben het zodanig hersteld dat bij hun aftreden de centrale bank over een riante kas beschikte aan valuta en goudreserve. Het enige waar ik Venetiaan, de geachte heer Venetiaan, kwalijk neem, is dat hij te veel gespaard heeft en te weinig de bevolking heeft laten profiteren van het herstel. Tot zover, bedankt voor de gelegenheid mij geboden. Oké, dankjewel. Dit is Rashid Pirkans Kalaan Jorkal, de regering Venetiaan. Toen die aantrad kregen ze een lege kas en toen ze eruit gingen hadden ze ongeveer $650 miljoen daar ergens in die buurt. Hadden ze achtergelaten bij de Centrale Bank van Suriname. Wat ook wel gezegd moet worden, is dat het feit dat ze een lege kas hebben aangetroffen, is dat die samenwerking met Nederland bij het aantreden van Venetiaan direct op een ander niveau is gegaan.
En het andere niveau heeft er ook voor gezorgd, mede voor gezorgd, dat Nederland over de brug is gekomen met betalingsbalanssteun. Dus om het populair te zeggen, Nederland heeft een zak met geld gegeven. Om te zeggen, kijk, hier heb je een zak geld uit ontwikkelingsfondsen en begin je schuldeisers te betalen. Dus die zuurstof hebben ze wel gehad. Misschien niet in volle mate, maar het heeft wel een jumpstart gegeven. Dus wat deze regering van Santokki gaat moeten doen, en dat verwacht ik ook, want ik praat af en toe, weet je wel. Ze gaan zo spoedig als mogelijk, zo direct als mogelijk, met Nederland weer aan tafel moeten zitten. Kijk, Nederland, of je nou van het land houdt of Nederland, laat ik even in het midden. Als je nou van de koloniale geschiedenis houdt of Nederland, laat ik ook in het midden. Nederland is het enigste land dat eventueel Suriname zal kunnen helpen in deze crisis. Ze zal Suriname ook kunnen ondersteunen, multilateraal, om zaken te bespreken met instellingen. We moeten dat klein land aan de Noordzee niet onderschatten. Het is een top 10 land in de wereld met een AAA-rating van Moody's en of Finch. Zo hoog staan ze aangeschreven. Dus die goede vrienden moeten we weer gaan gebruiken. En die goede vriend zal hoogwaarschijnlijk zeggen, in zichzelf zeggen, jullie komen weer voor de zoveelste keer. En dan kan je ze hier ongelijk geven. Want iedere keer herstelt iemand het, iedere keer maakt iemand het kapot. Dan maakt iemand het weer goed en dan komt er weer iemand die het weer kapot maakt. En dan begin je weer opnieuw. Dus uiteindelijk zal alleen met Nederland, en Nederland heeft gezegd, ze kijken uit naar de nieuwe regering. De Verenigde Staten van Amerika heeft in de persoon van de minister van Buitenlandse Zaken ook gezegd, ze kijken uit naar de nieuwe regering. Dus een nieuwe regering gaat weer vertrouwen geven en dan gaan mensen weer aan tafel willen zitten met je. Om te kijken, jongens, jullie hebben een zak met schulden of jullie hebben een hele berg met schulden. Hoe gaan we ermee om? Dat gaat eerst geregeld moeten worden. Dat gaat direct geregeld moeten worden. Kijk, met de leningen die we hebben bij China, bij het land China. Want China is de grootste donor als je kijkt naar de cijfers. Was Nederland voorheen de donor. China heeft de plaats als donor ingenomen. Met het land als China kan je herschikkingen treffen. Daar zie ik niet zoveel problemen mee. Het probleem zit echter groter bij leningen die we hebben genomen van Oppenheimer. Daar zit er een groter probleem. Nadat Oppenheimer zelf geen bank is. Oppenheimer is gewoon de arrangeur die mensen is gaan zoeken op de kapitaalmarkt en heeft gezegd, hier kunnen we schuldbriefjes voor krijgen tegen zo'n rente, wil je meedoen of wil je niet meedoen? En dan zo hebben ze een x-aantal mensen gevonden of x-aantal grote consortiums gevonden en zeggen, dat doe ik mee. Dus die mensen hebben geen gevoel omdat het geen land-tot-land overeenkomst is. Dus die mensen kijken anders. Maar een landenovereenkomst, daar kan je toch wel een beetje mee wielen en dealen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Pierkan. Goedemorgen. Ik ben geen econoom, maar ik heb een voorstel voor meneer Santokki. Gaat u gaan. Al die ministers en dingen, die ex-ministers en ex-statenleden die een pensioen krijgen die ze niet gestort hebben voor. Intrekken allemaal. Want ze hebben allemaal al misschien twee, drie andere pensioens. Hoeveel miljoenen of miljarden gaat hij daarmee kunnen redden? En de breedste schouders, hebben ze altijd gezegd, moeten de lasten helpen dragen toch. Dus daar moeten ze het halen. Abu meneer Pierkan. Is goed, dank u wel. Kijk, het getuigt natuurlijk ook van goed fatsoen dat de aankomende regering sowieso luistert naar de signalen van die samenleving. En een van de grote signalen van die samenleving die afgelopen maanden hier heb gehoord, houd dat vast, niet één dag, maanden heb gehoord. En dat heb ik ook voor steeds gezegd ook, en daar sta ik ook achter, dat de lonen als zodanig proportioneel moeten worden gebracht. Je kan die lonen niet stoppen, want mensen werken, die moeten betaald worden. Maar proportioneel moeten worden gebracht op een level playing field met de mens, met een gemiddelde loon van een Surinamer. En zo'n gebaar gaat gemaakt moeten worden. Want als je de bevolking gaat vragen, bij jouw aantreden gaat vragen, hey kijk, we gaan een pas op de plaats moeten doen, want dat ga je vragen. We hebben zo'n schuld van zo heb je me niet overgenomen. We zijn een junk state, want we hebben van Finch een C-rating, wat niks anders betekent dat je een junkie bent geworden. En dan ga je als iedereen vragen voor herstel, dan ga je wel een signaal moeten geven. En een direct signaal gaat gegeven moeten worden. En dan kan hoogwaarschijnlijk de regering, de incoming government onder leiding van Santokki, zou alleen in de uitvoerende macht een besluit kunnen nemen, omdat hij in de uitvoering zit.
Maar wat het parlement aangaat, daarover kan hij geen besluit nemen. U moet die dingen eens kunnen scheiden. Hè? Het parlement gaat daarvoor een eigen besluit moeten nemen. De uitvoerende macht kan geen besluiten nemen voor de wetgevende macht. Dat kan gewoon niet. En dus het parlement gaat op dat stuk een eigen besluit moeten nemen. En wat is het verhaal hierachter? Het verhaal hierachter is, kijk, als we allemaal de mening zijn toegedaan, en dan zijn we allemaal de mening toegedaan, dat het slecht is, en we merken dat, en dat hoef ik u niet te vertellen. Dat hoef ik u niet te vertellen. Dat merkt u elke dag, het is slecht. We hebben een bankroete staat overgenomen, we zijn een junk state voor ons internationaal geworden. Dan moet er een signaal komen en zeggen, hey jongens, kijk, laten we samen uit, samen thuis doen. Samen uit, samen thuis. Wat erop neerkomt, als we in armoede zijn gevallen, laten we ook kijken wat we kunnen doen aan onze faciliteiten en aan onze lonen. Dat gaat een signaal geven aan die bevolking. En als we het goed gaan hebben, dan gaan we allemaal een dagje samen mee. Proportioneel, hè? Houd dat ook even vast. Gaan we samen mee. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Birgan. Goedemorgen, meneer. Ja, is het goed zo? Ja, hoor je mij? Ja, ik hoor u wel. Gaat uw gang. Oké, prima. Ja, van harte goedemorgen. Hele Suriname, iedereen goedemorgen. En God zegen aan jullie allemaal. Prima. Meneer, u moet even blijven praten. U moet niet naar die radio luisteren. U moet gewoon doorpraten. Anders krijgen we een gap van een paar seconden steeds. Gaat uw gang. Oké. Gewoon ik praten. Ik zal blijven praten, ja, want het is altijd stoort en zo. Nee. Ik ben... we gaan de nieuwe regering dun en dik ondersteunen. Alles wat wij kunnen, gaan wij de samenleving, gaat de komende regering, want die zit nog niet helemaal, dik en dit ondersteunen, in die zin. Maar ik ben blij dat ze met Holland weer gaan werken en dat Nederland, alles wat Nederland kan om Suriname te ondersteunen, dat zullen ze wel doen. En we hebben veel aan Nederland. Dus mensen die negatief over Nederland praten, zou ik adviseren om dat niet te doen, want we hebben grote steun en grote hulp aan Nederland. En ik ga u zeggen, de bank, ik zal u zeggen wat ik niet eens ben met de banken, namelijk, ga ik u zeggen, je hebt een geldbedrag belegd voor een x aantal jaren en je krijgt zoveel rente, laten we zeggen, je krijgt 600 SAD per maand. Je krijgt nou, laten we zeggen, voor 3 jaren belegd. De looptijd, laten we zeggen, is tot 2020 december. En je krijgt een brief thuis dat je nog geen 600 gulden meer gaat krijgen maandelijks, maar 400 gulden. Ik bedoel, je hebt je verplichtingen om na te komen. Dus dat vind ik een nonsens van de bank. Dan ze het openbreken om je te zeggen dat je geen 600 SAD meer rente krijgt, maar 400. Maar even een vraag. Ik vind het niet in de haak. Even een vraag. Zo'n systeem, toch? Even een vraag. Eén vraag. Op grond waarvan heeft men het teruggebracht? Er is een reden aangegeven. Wat is die reden? Nou, de reden van datgene, dat het niet goed gaat met de banken, et cetera. Dus daarom gaan ze jouw rente verlagen. Ah, zo. En dat kan ook een keertje niet. Want, ja toch? Mag ik... U hebt je verplichting van die 600 gulden maandelijks. En plotseling krijg je nou 400. En dat bedoel ik, waarmee zijn we bezig? Mag ik u nog een tweede vraag stellen? Absoluut, meneer Birgit. Ja, even. Is het met u zelf gebeurd of hebt u het van iemand gehoord? Nou, ik heb het van iemand gehoord. Oké, want dat wil ik duidelijk weten. Want horen is altijd een beetje wazig voor mij, hè? Weet je? Maar goed, ja, we gaan het even natrekken als u het hebt gehoord. Dus het ik is... moet die brief. Ik moet die brief nog krijgen. Waarom ik het vraag? Ik wil precies weten van waar die info komt. Maar goed, ik heb u begrepen. Ja? U heeft mij begrepen, toch? Ja, ik heb u begrepen. Ja. Begreep alles snel. En ik, precies, meneer Piergaan. En ik heb een verzoek eigenlijk op de regering, de komende regering. Laat me het goed naar voren brengen.
Het is gewoon vrij blijven wat ik wil doen. Die minister, die ex-minister die thuis zijn, assembleeleden. Ik bedoel, ze krijgen nog geld, et cetera, et cetera. Ik vind landen 50% inleveren. En van de komende regering, als ze zo goed willen zijn, dat ze ook zo'n 25% van hun salaris, ik ga het niet zeggen schadeloos stellen, want ik vind het woord niet een mooi woord, ik van hun loon kunnen inleveren, zodat de assembleeleden, zoals de minister, van hun loon 25% kunnen inleveren, zodat de mensen die 325 genieten, onderstand 325 en de andere 525, dat een betere ondersteuning kunnen krijgen, kunnen genieten. Oké, okay. Dan hebben we gehoord naar drie onderwerpen. Ja, prima, dank u wel. Kunnen de hoofd boven water houden. Prima, dank u wel, we hebben u gehoord. Dank u wel. Dit is Rashid Pierkans, Kel A. Jorkel. We doen het live vanuit Paramaribo. Als u een aantal uitzendingen hebt gemist, wat best wel ook kan, doe ik graag een verzoek aan u. Het is ook een verzoek als er zijn een advies. Dat als u inbelt, en ik verwelkom uw mening, neem één onderwerp. Probeer niet in 3 minuten 3 onderwerpen te doen, anders komt geen van de 3 tot uiting. Geen van de 3 komt tot uiting, omdat ik u geen 10 minuten ga geven. Dat begrijpt u toch, omdat ook andere mensen willen meedoen. Dus neem één onderwerp, blik hem goed in en presenteer het. En als u meerdere hebt, dan kunt u een andere keer weer inbellen, want dat mag altijd. Maar doe liefst één onderwerp, blik het goed in en presenteer het zodat de kijker als de luisteraar het verhaal goed kunnen volgen. Is alleen maar een advies / een verzoek. Dit is Rashid Pierkans, Kel A. Jorkel. We doen het live, Paramaribo, Suriname, zaterdag 4 juli. U bent in de uitzending. Ja, goedemorgen meneer Pelikaan. Goedemorgen meneer. Even een vraag. Voor we doorgaan en een verzoek. Ja. Kunt u die radio of die tv zachter maken? Zal ik doen. Ja, want het stoort de kijker. Ja. Sorry moet, hoor. Ja, u moet gewoon door de telefoon praten. Jawel, ik praat door de telefoon. Moet u luisteren. Al die benoemingen die plaatsgevonden hebben, die kan dus toch gewoon geschrapt worden, want er is geen geld om te betalen. Dus waarom zou de NDP nu pas iedereen de verhogingen geven en bepaalde benoemingen geven? En in hun tijd hebben ze alleen maar leningen genomen. En meneer Hoefdraad moet ervoor betalen nu, want hij heeft een grote huis daar gekocht. En hij is zelf Amerikaan. Dat is niet waar. Nee. Laat me u corrigeren. Hij kan geen Amerikaan zijn, want je moet Surinamer zijn om minister te worden. Maar gaat u verder. Ja, sorry hoor. Nee, dat maar is goed, ik trek mijn woorden terug. Nee, graag praten wat u weet en niet wat u hoort. Gaat u gang. Nee, ik zal u niet zeggen dat ik gelijk weet, maar ik weet het wel van. Nee, het is niet waar. Hij is geen Amerikaan. Ja. Nee, het is niet waar. Omdat de wet van Suriname zegt dat je Surinamer moet zijn om een minister te worden, dus het is niet waar. Dank nou, u wel. Ik weet het niet of de wet wel geldig is voor iedereen. Nee, die wet is geldig voor iedereen, meneer. U moet niet insinueren, ik zeg het u, wat in de wet staat. Oké. Anders is hij strafbaar. Maar als ze dat beginnen, dan heb je wat geld over. Want al die benoemingen en al die vooruitgangen. Dus dat zijn die dingen. En meneer Abdul heeft zoveel leningen laten nemen. Laat het nou bewijzen hoe hij dat zou moeten doen. Ja, oké. Dank u wel. Dank u wel. U ook. Dit is Rashid Pierkans, Kel A. Jorkel. Als ik soms iets weet, en dan moet ik wel corrigeren optreden. De wetgeving van Suriname zegt, u moet Surinamer zijn om minister te worden. Wat u verder wil gaan invullen in uw gedachten, dat is voor u. Ik zeg u alleen wat de regelgeving zegt. Overigens, meneer Abdul heeft geen leningen genomen. Het is de uitvoerende macht die de leningen heeft genomen. Wat meneer Abdul heeft gedaan, heeft die leningen verdedigd. Als we willen meedenken in politieke termen, moeten we de basisconturen ervan kennen. Dan gaat u zien dat u in het juiste verhaal ook uw verhaal kunt inbouwen.
De leningen zijn genomen door de regering. De regering sluit leningen. Wat er is gebeurd is het parlement onder leiding toen van de NDP, nog steeds onder leiding toen van de NDP, die heeft die leningen verdedigd. Maar ze hebben die lening niet genomen omdat het parlement geen leningen kan nemen. Als u dat stukje uit elkaar kunt halen. U bent in de uitzending. Hallo. Ja, goeiedag. Ja, goeiedag meneer Farid Pirkan. En goeiedag aan alle luisteraars. Ik wil even terugvallen wat de vorige spreker heeft gezegd. En u houdt zich bij de wet. Wat op zich heel goed is. Zo hoort het. Maar ik wil wel erop. Kijk, wij zijn in Suriname. Hè. In Suriname, men houdt zich niet aan de wet. Dus je hebt ook voorheen gehad dat men voor mijn raadspresident met een Nederlands paspoort. Hier houdt men zich niet aan de wet. Dus wat je zegt klopt als een bus. Maar het is niet zo. Dus ik kan me een beetje bij de vorige spreker aansluiten van die zegt die man had, meneer Hoefdraad heeft een Amerikaans paspoort. En nee, u zegt de wet is zo en zo wordt het, maar in Suriname werkt het anders. Nou, dan wil ik u één advies geven. Advies. Als u overtuigd bent dat iemand fraude heeft gepleegd met zijn nationaliteit, deponeer dat. Want dat bedoelt u toch? Ja, ja. Want anders is het gissen, hè? Nou, de manier hoe het eraan toe gaat. Nee, ik zeg u alleen. Omdat wanneer iemand dat pleegt, is het een strafbaar feit. Onthoudt u dat? Zonder meer. Ja. En vooralsnog in 10 jaar is niet gebleken dat meneer Hoefdraad een buitenlands paspoort heeft. Anders is het een strafbaar feit. Want wanneer iemand minister wordt, laat me u uitleggen hoe het werkt, wordt er eerst een antecedentenonderzoek gedaan. Voor er goedkeuring wordt gegeven. En het antecedentenonderzoek wordt door het Openbaar Ministerie gedaan en niet door de regering. Dan bent u geïnformeerd. Oké, tot zover uw informatie. Nee, hartelijk bedankt. Oké, dank u wel. Ik weet dat mensen met een heleboel ruis dit. Kijk, wat met Parmisser was gebeurd, volg de lijn goed. Wat met Parmisser was gebeurd, Parmisser had een Nederlands paspoort, toch? En toen hij naar Suriname kwam, is hij met een visum binnengekomen. Want je moet een visum hebben om Suriname. En toen hebben ze dat ontdekt. Op een gegeven moment, toen ze dat hebben ontdekt, ja, dan was hij met zijn billen blootgevallen natuurlijk, op dat moment, dat was een blunder, dan heeft hij wel zijn nationaliteit ingeruild. Je moet het inruilen. Maar hij is toen binnengekomen met een Nederlands paspoort en een visum van het land Suriname om het grondgebied van Suriname te betreden. En men heeft toen ontdekt dat hij met een Nederlands paspoort is gekomen. En hoe kan je dan kandidatuur stellen op basis van de Surinaamse wetgeving? En toen kreeg hij dat ding, bla bla bla, uiteindelijk heeft hij ingeleverd. En mensen, in feite was hij betrapt geworden. Laten we het zo zeggen. En men dacht, want men gaat het niet weten. Dan is het toch te weten gekomen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Birka. Goedemorgen. Dus mijn mening is eigenlijk tijdens vorige week, maar ik heb de vorige week echt niet kunnen bereiken. Succes met uw show. Ik hou ervan. Ik luister vaak naar u. En ik hoop dat de nieuwe regering een luisterend oor heeft voor de kiezers. Wat de afgelopen jaren niet het geval is voor u. Want je gaat naar de stembus. Je kiest voor meneer A. Meneer A komt daar zitten. En meneer A, zijn leider, geeft hem opdrachten. En in die opdrachten komen die afspraken die jij en meneer A hebben gemaakt helemaal niet voor. Dus ja, je vraagt jezelf af van waarom ga je naar de stembus? Daarom dat vele mensen niet meer gaan stemmen, wat eigenlijk ook niet goed is. Maar als jonge arbeider in Suriname met een gezin te verzorgen, heb ik graag dat men gaat werken aan die koers natuurlijk. Gezondheidszorg. En het meest belangrijke wat me echt vreselijk boos maakt, zijn die spookambtenaren die gewoon met een salaris of zo thuis zitten. Wat politiek-wise betreft. Andere dingen die men kan aanpakken zijn die ministers die men zoveel heeft verwisseld dat als je een jaar hebt gezeten, precies op de 366ste dag krijg je ontslag. Net behoud van een of ander pensioen leven lang. Laat men gaan werken, al die dingen, meneer Pirkan. Ik zweer het voor je, dat dit belast onze staatskas te veel. Als ik kijk naar die cijfers van wat men uitgeeft aan ambtenaren en dergelijke. Het belast onze staatskas te veel. En als ik kijk naar die uitgaven, dan vraag ik me af, als die ambtenaren er werkelijk zijn. Want wanneer je naar die kantoren gaat, moet je toch
urenlang zitten voordat iemand je helpt. Dus je vraagt jezelf af. Een klein sociale zakenkantoor ergens in een district is bijna 12 schoolmaster. Laat men AUB gaan werken aan die dingen, meneer Vierkant. Dat zijn echt die dingen die je stressen dagelijks. Wanneer je zit te denken aan een minister die 365 dagen gezeten. Prima. Meneer Poters zegt hem, je mag naar huis, er komt iemand anders in je plaats. Zonder reden, zonder iets verkeerd te hebben gedaan. Prima. Alleen om anderen te accommoderen. Laat men echt die dingen gaan stoppen. Wetten maken dat een minister prima. Genoeg verdient. Oké, we hebben u gehoord, want u gaat het herhalen. Dus we willen andere mensen door laten gaan. We hebben u begrepen. Ja, sowieso. Daar heeft u wel gelijk. Dank u wel. Oké, dank u wel. Oké, kijk. Men kan goede voorbeelden overnemen van landen. Er zijn wat goede voorbeelden die je kan overnemen. Een vorige beller heeft het gehad over het feit dat er zijn benoemingen en er zijn contracten. En dan hoef je die mensen niet te betalen, want er is geen geld. Meneer, dat ding werkt niet zo. Ik wil je alleen maar informeren. Als er een contract is en het contract is bindend en er zijn rules en regulations erin, dan gaat een incoming government twee dingen kunnen doen. Je kan het contract afkopen met een bedrag en zeg, ik koop het af, wegwezen. Maar anders ga je volgens het contract moeten betalen. Anders gaat zo iemand met een contract naar de rechter stappen. En de rechter kijkt niet naar de uitvoering en de wetgevende macht. De rechter kijkt alleen wat in het contract staat. En dan kan je wel teruggeblazen worden als overheid. Dus het gaat niet gewoon van, oh je hebt een contract en morgen ben ik op die stoel. Oké, scheur het maar omdat ik er ben. Dat werkt niet zo. Alleen maar ter informatie. Ik ben straks weer terug met meer Kalajorkel. Tot straks. Dames en heren, luisteraars, welkom terug tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pierkans, Kal Ajorkel, we doen het live vanuit Paramaribo, Suriname. En het motregent, het regent een beetje in Paramaribo. Het is vooralsnog mij niet bekend of het ook in de andere districten regent. We hebben de lijn weer voor u opengegooid, 532037. Uw maatschappelijke mening horen wij graag in deze uitzending. Nogmaals een advies, /verzoek. Wij verwelkomen u altijd. Probeert u één onderwerp te doen. Blik uw onderwerp goed in en presenteer het. Op het moment dat u 2 tot 3 onderwerpen in 3 minuten wenst te doen tot 4 minuten, dan gaat uw verhaal niet tot uiting komen. Dus 1 onderwerp, blik het in, schrijf op een papiertje de hoogtepunten en dan gaat u zien dat het vlotter gaat verlopen. U bent in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik heb een voorstel. We luisteren. Een voorstel veel ophalen. Kunnen de nieuwe regering niet een bijdrage nemen bij de mensen? Die zijn aangesloten op de veelophaaldienst. Ik begrijp het. Al is het een tientje maar per maand. Ik begrijp wat u bedoelt. Ja. Oké, dat hebben we u gehoord. Prima. Het is al jaren een discussie dat mensen moeten betalen voor hun rommel, wat we noemen vuil. In georganiseerde landen betalen mensen wel voor hun rommel. Je moet betalen. Maar de regeringen durven het gewoon niet aan om mensen te zeggen, hé, we gaan een tientje van je nemen of een gulden van je nemen. En dat systeem hoeft niet ingewikkeld te zijn, dat je gaat zeggen, ik ga een nieuwe collectesysteem inbouwen om die gelden te innen. Je hebt 2 makkelijke systemen waarmee je kan beginnen. 1, je komt tot een gemiddeld bedrag dat je neemt per huishouden en je laat SWM het inboeken op hun waterrekening. Bijvoorbeeld je betaalt water 4 gulden en je gaat voor je vuil nog 50 cent bij betalen. Of je kan het bij EBS inboeken. Je betaalt voor je stroom 3 gulden. En ik betaal die 50 cent, dus EBS gaat in het 3,50, waarvan die 50 naar de vuil. Dus je hoeft niet 2 entiteiten op te richten voor de collecte. Dus we moeten een beetje slim denken, maar wat er vaak gebeurt, dat organisaties niets willen afstoten van zich. Ze willen het bij zichzelf houden, want dan zijn ze machtig, hè? Dan hebben ze kracht, dan hebben ze power, kunnen ze doen. Je moet het via EBS en SWM gaan innen. Natuurlijk moet het bedrag wel vastgesteld worden. En per huishoudens bij de EBS en bij de SWM kan je zien naar het verbruik van die persoons water en die persoon energie, wat je die persoon in rekening kan brengen.
Dus je hebt bedrijf en je hebt huishoudens. Daar ga je natuurlijk een scheiding van maken. Het is gewoon een beetje creatief denken. Andere landen doen het. Waarom moeten we het opnieuw gaan ontdekken? Maar goed, dit verhaal horen we al 10 jaar. Ze gaan het moeten doen, maar in een rustige stappenplan moeten ze het wel kunnen doen. U bent in de uitzending. Goedendag. Goedendag, meneer Dirkan. Goedemorgen. Goedemorgen, ja, goedemorgen. Niet alleen een vraag wil ik. Alleen wil ik een vraag voorstellen, vragen zeg. Want als je nou zegt, je bent op je leeftijd, ja? Je bent op je leeftijd, zeg, 75 jaar. En je leeft alleen met je AOV. En de AOV is wel verhoogd, maar na 6 maanden alleen. Hoe dan? Hoe leef je? Als je geen familie meer hebt, alle familie die je laat verlaten, je hebt geen kinderen, je hebt niemand. Hebt u een voorbeeld voor mij? Is goed, ik probeer je zo goed mogelijk antwoord erop te geven. Ja, maar oké, meneer Tirkan, laat dat aan elkaar, want ik ken die vader heel goed. Ik werkte ook vroeger toen ik klein was, jong was, aan de Zwarte Roemburgstraat Radio Rapaat. Oké, is goed. Oké. Dat was vroeger, ja. Oké, bedankt, ja. Dank u wel. Kijk, wat wij niet hebben gedaan, misschien inclusief mezelf, wij allemaal, hè. We hebben nooit een goede pensioenstelsel gehad in ons land, waardoor mensen geen behoefte hadden om te zeggen, ik ga sparen voor mijn pensioen. Er is nu wel een pensioenregeling bij wet, dat is er wel nu gekomen, dat is er maar, het is vrij laat gekomen. En wat AOV aangaat, AOV is geen pensioen. Men moet dat verschil wel kennen. Het is algemeen ouderdagvoorziening. Het is een met de V van een voorziening. En dat kan ik uiteraard die mevrouw begrijpen. Wanneer ze zegt, kijk, ik heb geen familieleden en dat zijn die uitzonderlijke gevallen. Maar die gevallen die zijn er ook. Die zijn er ook. Waarbij in gevallen waarbij ouders AOV krijgen, ze vaak genoeg wel kinderen hebben en of familieleden die een dubbeltje bijdoen. Maar je hebt ook gevallen waar dat niet het geval is. Dat zijn zaken die via sociale zaken bekeken moeten worden. En wel met een goede screening hoe deze burgers op gerespecteerde leeftijden toch nog te kunnen helpen, zo je wilt, tegemoet te komen, zonder dat er mensen misbruik van maken. Maar we moeten voor onze pensioen gaan storten, maar weet je wanneer je pensioen waarde heeft? Wanneer je een waardevolle regering hebt. Want als je pensioen stort en je hebt 500, noem maar 5000, ik geef een voorbeeld. En je hebt 5000 gestort, maar tegen de tijd dat je het ontvangt is die 5000, 2000 waard. Dan heb je harde SRD gestort om een waardeloze SRD te krijgen. Hoe ga je de juiste SRD krijgen? Bij een betrouwbare regering die goed om te gaan met je geld. Maar als je chaprasa hebt gezet, allemaal achter elkaar, dan heb je een probleem. En het probleem is, wanneer mensen hun pensioenen krijgen, krijgen ze een geërodeerde pensioen, als het tenminste een SRD-pensioen is. Dit is Kul Ajorkul, is de zaterdagse uitzending waar we live doen. De scholen willen opengaan maandag. Mevrouw Verje heeft gezegd, althans de examenklassen. En ze heeft de mening toegedaan dat er genoeg klassen zijn. En dat klopt, omdat die overige klassen normaal geen school hebben. Dus er is genoeg ruimte. De zorgen maken mensen zich echter of de juiste protocollen in acht worden genomen voor wat de veiligheid van COVID-19 aangaat. Die bushouders hebben nog geen understanding in de zin van, ja, ik wil 4, maar wie gaat het verschil op die 4 betalen? Daar is er nog geen understanding. En zolang er geen understanding is, ja, die rijden die bus hoogwaarschijnlijk maandag ook niet. Dus dan hebben honderden, zo niet duizenden kinderen een probleem om zich te kunnen transporteren naar school, althans degene die niet beschikken over een automobiel. En dat zijn toch wel een heleboel mensen. Dus daar moet er ook naar gekeken worden. Maar tot gisteren was er geen oplossing. En tot gisteren kwam men niet verder dan te zeggen, we zijn in overleg. En overleg betekent, je bent nog op nul. Dat is overleg. Dit is Kul Ajorkul, is de zaterdagse uitzending. Wat u kan vertellen, en iemand haalde het zo net ook aan, ons ambtenarenapparaat is pakweg 40.000 mensen
En dat heb ik niet gezegd, dat heeft toen minister Mustajah in 2019 gezegd. Het exact aantal moeten we nog gaan weten, maar laten we ervan uitgaan dat het 40.000 mensen is. Er zijn een heleboel mensen, een heleboel goede mensen, een heleboel goede burgers. Echter, ondanks het feit dat er zoveel mensen zijn, is die serviceverlening, die overheid is dienstverlenend, hè? Die overheid is niks anders dan een dienstverlenende organisatie. Ja. Ondanks het feit dat blijkt het toch te schorten aan dienstverlening al jaren. En het wordt steeds maar slechter wordt het. En dat geklaag van burgers hoor ik al maanden, hoor ik al jaren. De overheid is een dienstverlenende organisatie. De overheid moet goed getraind zijn. De mensen moeten getraind zijn. De mensen moeten bijscholing krijgen. En belangrijk is voor een behoorlijk aantal dienstverlenende zaken van die overheid, een behoorlijk aantal hoor, moeten we gebruik maken van de technologie waarover we al 10 jaar over praten. Het komt wel 1/4 van de grond en 3/4 niet van de grond. Er worden geen goede mensen aangetrokken om dat systeem op te zetten. Maar voor een heleboel zaken moet het wel kunnen lukken dat het via internet kan, via ICT kan. Voor een heleboel zaken moet het kunnen lukken. En voor de mensen waarvan men altijd gaat zeggen, ja, wat ook kan, ik beschik niet over internet, dan blijft er altijd nog een loket voor je open. Dus we gaan niet zeggen van, je moet het via internet doen, anders kan je er niet aankomen. Nee, je houdt een window open om te zeggen voor zij die niet over beschikken, daarvoor hebben we nog een loket. Want waarom zou ik een uittreksel moeten gaan halen? Hij moet helemaal naar CBB. Ik moet helemaal naar CBB. Of naar je CBB-kantoor in je resort. We hebben toch een hypermoderne ID-kaart waarvoor we een paar miljoen hebben betaald. En die ID-kaart, zover dat werd uitgelegd, heeft meer mogelijkheden dat binnen dat systeem hij uitgebreid kan worden in die technologie. Waarom zou ik naar CBB moeten? Want hier in Nederland heb ik voor alles een uittreksel nodig. Om naar CBB te gaan, om dan een taxi te betalen, transportkosten te betalen van bijna 100 gulden heen en terug. Om dan te betalen 57 of 15 gulden voor een stukje papier. Dat klopt toch iets niet in die logica. Dus we moeten gebruik maken van die technologie. En het is geen rocket science. Geloof me. Geen rocket science. Gaat wel geld kosten om het op te bouwen. U bent in de uitzending. Meneer Pekan, goedendag. Goedemorgen. Eén vraag aan u, want u bent van alles op de hoogte en u weet precies hoe we het kunnen aanpakken. Serieus. De vraag luidt als volgt. De huidige regering bestaat uit 4 partijen. Van overeenkomst gesloten die binnen 1 dag door 1 der partijen, ik zal de naam niet noemen, u weet het, afgezegd in die zin niet eens is met wat men heeft besproken. En er komt een andere vergadering waarbij een andere beslissing genomen wordt. Mijn vraag aan u is, de partij die de eerste overeenkomst niet heeft gehanteerd, wat zou er gebeuren als wij die partij er buiten laten? De VHP heeft 20 zetels. De NDP heeft 3. De KTPI heeft 2. En de BEP heeft 2. Als ik goed heb geteld, zitten we dan op 26 zetels. Kunnen we daar weer aan werken? Ik luister naar u. Oké. Deze vraag moet u aan uw coalitie stellen. Maar men heeft het besluit genomen dat men gaat samenwerken. Ik begrijp het verhaal van u. Dat heb ik al een paar keer behandeld in deze uitzending. Hoogwaarschijnlijk hebt u dat gemist. Maar ik zal het even weer voor u herhalen. Inderdaad, wat u zegt, is het niet correct geweest dat de ABOP,
laat dat kindje bij naam noemen, het is bekend dat ze terwijl ze een overeenkomst hebben getekend, ze daags daarna de mening zijn toegedaan dat ze nog een op te richten, let wel, het ministerie was, bestaat er nog niet, onthoudt u dat, het bestaat niet, dat de nog op te richten ministerie niet meer hoeft te komen. Niet meer hoeft te komen. Want daarop komt het eigenlijk neer. Op het moment dat dat is gezegd, dan mag jij die overeenkomst in de prullenmand gooien. Want die overeenkomst heeft dan geen waarde meer, want als je een clausule verandert erin, mag je hem verscheuren en weggooien en dan moet men komen tot een nieuwe overeenkomst. En die nieuwe overeenkomst gaat tot uiting komen in een regeerakkoord. Dus wat er nu gaat komen, is een regeerakkoord. En een regeerakkoord houdt onder andere in, jongens en meisjes, wat willen we allemaal samen gaan doen? Dat is een regeerakkoord die dan mede ondertekend gaat worden. Maar terugkomend op uw optelsom, ja, dan kan iedereen optellen en aftrekken, maar je gaat geen partij waarmee je reeds een afspraak hebt lopen, en ook niet alleen schriftelijke afspraken, men heeft ook mondelinge afspraken met elkaar, ga je niet zeggen, ik ga niet meer meedoen. Om dan uiteindelijk te zeggen, ik wil met de partij in zee gaan, die ik heb bestreden in de verkiezing, en waarvan wij maanden al zeggen dat ze een ramp hebben gecreëerd. Waarom zou ik eventueel met iemand die een ramp heeft gecreëerd in zee gaan, om dan nog een keer te zeggen, ik creëer nog een ramp. Dus je gaat goed schik, kwaad schik, met de coalitie verder moeten. En gaandeweg gaan ze elkaar wel leren kennen. Gaandeweg gaan ze elkaar wel leren kennen. En ze gaan met elkaar leren werken. Maar ik begrijp uw gevoelens ten aanzien van die eerste afspraak. U bent in de uitzending. Bedankt voor het wachten. Dag meneer Peerkaan. Hoe gaat het met u? Goed, dank u wel. Bedankt voor het wachten. Ja, oké. Ten aanzien van concessies, houtconcessies en houtconcessies in ons land. Als we daarnaar kijken, is het eigenlijk toegeëigend en uitgegeven door de vorige regeringen aan individuele mensen, een aantal mensen. Is het niet mogelijk dat de regering, de aankomende regering, deze intrekt en zeg maar werkgelegenheid creëert voor mensen die bijvoorbeeld geen werk hebben vanwege diverse redenen? En zo kun je dus dan, als de regering dat monitort, corrigeert u me als ik goed bezig ben, maar is het gewoon een suggestie, een voorstel, wat in me opkomt. En zo kan de regering misschien ook door de inkomsten, door export van hout en een goede deal met misschien Roosevelt Goldmine of een ander bedrijf, ook de kasreserves optrekken, denk ik, en opkrikken, opvullen. Dat is het, meneer Peerkaan. Ik luister naar u. Oké, dank u wel. Kijk, wanneer iemand een concessie heeft verkregen, al dan niet onder deze regering of onder voorgaande regeringen, kan je het alleen intrekken als ze niet voldoen aan de voorwaarden vervat in die overeenkomst die ze hebben gehad als concessionaris. Dus we moeten kijken wat die regels daarin is. En op basis daarvan, als ze niet voldoen, dan zou je hem kunnen intrekken. Maar je kan niet morgenochtend wakker worden. En ik zeg, omdat ik de regering ben, oké, je hebt IKJ en nu trek ik hem in. Dat gaat even niet zo werken. De mensen gaan direct naar de rechter gaan. Dus je moet even daarmee kijken. Ik ben persoonlijk nooit een voorstander geweest, dat is mijn persoonlijke mening, om mining concessies gratis weg te geven. Nooit. Ik ga u straks vertellen waarom. U bent in de uitzending. Goeiedag. Goeiedag, meneer Peerkaan. Ja. Ik had tijdens uw live sessie op Facebook een vraag gesteld. Nee, dan moet u naar mijn live sessie gaan. U moet het kunnen. Nee. Ik dacht dat u dat behandeld hebt, maar ik heb het gemist. U moet het kunnen scheiden. Pardon? U moet deze uitzending met mijn live sessie. U hebt het over mijn Facebook, toch? Nee, maar dus ik wilde diezelfde vraag hier stellen en kijken of ik dat antwoord nu wel kreeg, want ik heb dat andere gemist. Vertelt u me. Dus mijn vraag is, misschien is het al duidelijk bij een ieder, maar bij mij niet. Het gaat om de 51 parlement. Leden. Hoe is men gekomen op 51? Dat is de vraag. Oké, dankjewel. Dan moet ik even in de geschiedenis gaan induiken. Ik ken het niet meer zo uit het hoofd. Waarom men geen 40 heeft gekozen en waarom 51? Ik moet wat naslagwerk gaan doen. Hoe men tot cijfer 51 is gekomen. Dus laat me dat even weer gaan vragen.
Want ik ben er echt niet mee blijven rondlopen hoe het 51 is. Maar het moet ergens vastgelegd zijn waarom het geen 40 is, waarom het geen 42 is, maar per se 51. Dus laat me dat weer even gaan opzoeken. Maar zo uit het hoofd ken ik het nu ook op dit moment niet. Oké, ten aanzien van die mining sector heb ik altijd de moeite mee dat men concessies weggeeft voor 75, 80, 90, 100 jaar geeft mensen weg. Tegen die tijd dat die mensen de boel hebben uitgemijnd, hebben ze gewoon kraters voor je gelaten, milieuvervuiling hebben gedaan, allerlei soorten rommel hebben gedaan. Ik vind als iemand een concessie wil, verkoop dat ding voor hem. Verkoop het voor hem. Voor een x-bedrag, voor een paar miljoen. Niet voor 5 gulden. Een 10 gulden concessie en zielgerechten heb je al een concessie. Verkoop het. Want 75 jaar is heel lang. 75 is tegen die tijd dat ze klaar zijn met die concessies. Als ze het werkelijk hebben benut. Kijk maar naar Suralco. Kijk maar naar Alcoa. 100 jaar of 75 jaar, hoe lang ze hier zijn. Wat hebben ze achtergelaten voor ons? Kraters, vervuilingen. De ene rotzooi naar de andere. Je kan er bijna niks meer erop gaan doen. Bij wijze van spreken. En dat gebeurt in alle landen. Verkoop die concessie. Die man zegt, ik wil een mining concessie hebben, want ik heb het gevoel dat daar goud is hoogwaarschijnlijk. Ja, dan moet je tot een berekening komen van, hé, dan ga ik dat ding voor je verkopen. Want jij gaat dat goud weghalen. Of zilver, of wat voor mineralen dan ook je eruit gaat halen. Wat hou ik ervan over? Ik hou ervan over een beetje royalty. Als je tenminste eerlijk bent, geef je me dat nog. Ik ga wat loonbelasting aanhouden. En bij het aanzetten van een groot bedrijf gaan we even wat spin-off krijgen van een paar 100 miljoen. Maar daarna, in 75 jaar, bitter weinig meer. Verkoop dat ding. Tja, maar hier en drapen na. 100 miljoen die na olo drapen. 100 miljoen. Begin in 50. Dat mag tikken. Dat kijk wat je kan doen. Dus ik ben geen voorstander van concessies weggeven hoor. Verkoop het. Verkoop het met een clausule ergens in een discussie. Als je klaar bent, dan kopen we het terug tegen een resterend, een leftover bedrag, whatever. Maar waarom moet je iemand gaan geven en daar ligt al je olie, daar ligt al je olie. Verkoop dat ding. Verkoop dat ding. Oké. Maar ja, dat is mijn mening. Zo zie ik het wel. En daarom worden die arme landen nooit rijk, toch? Daarom worden die arme landen gewoon nooit rijk. Omdat ze op basis van de wetenschap van wat andere landen zogenaamd doen. Ja, dan doen ze min of meer hetzelfde. Als maar even gaat googlen, dan gaat u zien waarom Chili. Ja, een van de rijkste landen is in Zuid-Amerika. Chili in Zuid-Amerika. Hè? Helemaal op de kaart beneden. Zuid-Amerikaanse kaart links beneden. Daar zit Chili. Een van de redenen waarom ze een van de welvarendste landen zijn op het Zuid-Amerikaans continent. Is omdat tijdens Pinochet zijn kopermijnen niet heeft geprivatiseerd. Pinochet heeft het in de staatsbeheer gehouden, terwijl in die periode het IMF en de Wereldbank vond, er is een nieuwe trend in de wereld, de overheid moet geen bedrijven hebben, die overheid moet het geven aan particulieren. Hij heeft het toen niet gedaan. Hè? Ga maar kijken hoe goed die gasten het daarna hebben gedaan. Dus mensen zijn het wel oneens geweest dat Pinochet zoveel mensen hebben vermoord. Hij heeft veel mensen vermoord in zijn dictatuurperiode. Maar daarentegen is er ook een groep die de mening is toegedaan. Hij heeft economisch heel goed gedaan voor het land. Dat is natuurlijk hoe je ernaar kijkt. Maar ga je mensen concessies geven, 75 jaar, 80, 100 jaar. Tegen die daar krijg je toch een wrak terug. Krijg een ruïne terug. Krijg kraters, milieu. Kijk maar dat ding van Suralco. Niemand weet precies welke deal er is gemaakt. Want die nieuwe regering gaat nou moeten uitdochteren. Welke deal is er met Suralco gemaakt? Omdat ze weg zijn gegaan. En wat hebben we ervan overgehouden? Want het hele verhaal was een warsverhaal. Dat niemand bijna geloofde. Er is geen milieuschadeberekening gemaakt. Er is geen enkele schadeberekening gemaakt. Alles wat je hoorde, we gaan het nog doen. We gaan het nog doen. Ja, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Weet u, het waren allemaal flutverhalen. Allemaal flutverhalen van die commissie. Van we gaan nog milieuschade berekenen, milieu dit berekenen. Werkt niet zo. Jammer genoeg. Maar goed. Dus je kan doen met je land wat je wil, maar je moet ook wel rekening houden dat elke deal die je maakt, als jij zelf het geld niet hebt als land, dan ga je wel onderstanding moeten treffen met bedrijven. En een belangrijk aspect, dat de nieuwe regering, we lopen verschrikkelijk achter in mijn land, we lopen 20, 30 jaar achter. Terwijl er mensen zijn, ik ga niet zeggen veel mensen, maar er zijn mensen die weten wat er moet gebeuren,
Maar op de een of andere manier wil men het niet laten werken. En waarom men het niet wil laten werken? Men is in zijn comfortzone. En men zegt, ja, ik ben persoonlijk in mijn comfortzone. Waarom zou ik er moeten veranderen? Want als ik het ga veranderen, dan verandert ook hoogwaarschijnlijk mijn positie in dat systeem. Mijn positie kan groter worden of mijn positie kan zwakker worden. En wanneer men ziet dat hun eigen ik, zwakker wordt in dat systeem, dan zeggen ze, laat dat ik maar doorgaan, toch? Dus leider is een beetje groot, hè? Is een beetje anders denkend. Je zou moeten zeggen van, hey, als ik sterf, wat eens gaat gebeuren, wat heb ik achtergelaten? Dat gaat een leider maken. Wat heb ik achtergelaten? Niet wat ik voor mezelf heb achtergelaten, want ik neem toch niks mee. Maar wat heb ik wel voor die natie achtergelaten? En daarvan heb je maar enkele grootdenkers in de wereld gehad. En die grootdenkers in de wereld, die hebben hun landen wel tot bloei gebracht. Die hebben hun landen van armoede tot welvarende landen gebracht in de wereld. Over die overheid, 40.000 mensen, je kan geen mensen ontslaan. Mensen hebben makkelijk praten. Ik zeg niet iedereen hoor, ik generaliseer niet. Oké? Maar als je soms met mensen praat, ja, imiagi de man, impur de man, de asan bigi, je kan geen mensen werkloos maken. Het is niet mogelijk. En vooral nu, nog erger. Want nu nemen bedrijven nemen geen mensen meer. Er komen geen bedrijven bij. MKB-bedrijven sluiten. Een heleboel zijn al gesloten, want ieder MKB-bedrijf heeft tenminste 2-3 mensen in dienst. Multiplier met 100, dan kan je al zien hoeveel mensen werken. Die zijn er dan niet. Dus we moeten heel voorzichtig omgaan om te zeggen van, we moeten mensen weg. We gaan geen mensen weghalen. Ik geloof daar niet in. Wat er wel moet gaan gebeuren, is dat er een reform program gemaakt moet worden. Om te zeggen, we gaan in 5 tot 7 jaren, in een bepaalde fase, in een bepaalde planmatige fase, gaan wij mensen omscholen of een andere baan voor ze zoeken. Of een andere baan voor ze zoeken. Maar je gaat mensen niet weghalen. In een poerbrede smamofo. Hanokang. Maar ik begrijp dat het te veel is, dat weten we. Maar nu moeten we een keer gaan durven. We moeten mensen kunnen uitleggen. Ja, we zeggen ook makkelijk. Mensen praten heel gemakkelijk van, ja, vloeis af naar het particulier bedrijfsleven. Maar het particulier bedrijfsleven draait nu helemaal niet. Particulier bedrijf bij de man dit op coma. Uno dit op coma toe, zo zuurstofbom. Je ziet het toch, winkels zijn dicht, COVID-maatregelen. Mensen hebben geen geld. Mensen spenden hun geld voor eerst aan voeding, dan aan andere dingen, omdat ze die rek gewoon niet hebben. Waar ga je mensen in dienst nemen? Begin leg me uit. Dus voorlopig gaat dat verhaal niet opgaan. Dat kan je in een normale situatie weer doen. U bent in de uitzending, goeiedag. Goeiedag, meneer Bikan. Hoe gaat het met u? Goed, mevrouw. Ik heb even een vraag. Mensen die op zoek zijn naar werk. Bent u er nog? Jongens, is die verbinding weg? Ah, oké, mevrouw, wilt u graag even weer terugbellen? De verbinding ligt eruit. En we zetten u dan weer in de uitzending, zodat de mensen ook mee kunnen luisteren. Ten aanzien van de reformprogramma, er gaat een herstelprogramma, een public reformprogramma moeten komen. En het moet op maat gesneden worden. En waar er hobbels zijn, ga je moeten bijsturen. Maar er gaat ergens een aanvang gemaakt moeten worden. Goeiedag, u bent in de uitzending? Ja, goedemorgen, meneer Pirkan. Ja, goedemorgen. Telefoon uit Nigeria. Dat is ver, hè? Ja hoor, het uitzending is heel goed, de ontvang is heel goed, heel goed. Prima, gaat u gang. Ik wil 2 voorstellen doen. 1 aan het nieuw parlement. Ik zou zeggen, zodra ze aantreden, moeten ze een wet aannemen dat eigenlijk verbiedt dat de oude regering of de regering die weggaat, dat die nog beslissingen neemt. Ja, dus ik stel voor 2 maanden voor de verkiezingen of 3 maanden voor de verkiezingen. Ze vullen maar iets in dat ze geen beslissingen meer mogen nemen. Ja, dat ze demissionair zijn, want die wet is er niet. Correct. En het andere voorstel is dat de regering geld kan halen uit de particuliere sector. Door bijvoorbeeld die grondhuur percelen te verkopen aan die mensen. Want die mensen willen kopen. Weet je hoeveel mensen per se willen kopen?
die nu in grondhuur zijn. Als hij al die percelen verkoopt, ja, conform marktwaarde, weet je hoeveel geld de regering daarvoor gaat ontvangen? Want je hebt aan die percelen aan die mensen gegeven voor 45 jaar. Sommigen voor 75 jaar die erfpacht. Verkoop het aan die mensen toch? Dan heb je toch geld? Hoef je niet geld te gaan lenen en zo? Ja, want ik weet niet waarom ze dat niet doen. Dat geen enkele regering dat heeft gedaan, ik weet het niet. Dat was het, minister. Oké, dank u wel, dank u wel. Ja, deze ideeën van die meneer zijn niet slecht. Ten aanzien van zijn eerste opvatting. Dat er bij wet of bepaald moet worden dat een regering, hij noemt een voorbeeld van 2 maanden, kan ook 1 maand, kan ook 3 maanden zijn, maar het gaat om de gedachtegang, geen beslissingen meer mag nemen nadat de uitslag bekend is. Mogen ze geen besluiten, want we kennen dat demissionair systeem in ons land niet. We zeggen een regering is demissionair, wat betekent een regering mag geen nieuwe zaken doen. Ze mogen geen nieuwe projecten doen. Ze mogen lopende zaken doen. Maar wij kennen dat model niet. We gebruiken de bewoordingen wel, die missionair, maar we kennen het bij regelgeving en wet niet. Dus die meneer heeft geen ongelijk. We moeten deze dingen ook vast gaan leggen. Anders, kijk, deze regering mag tot de laatste seconde mag zij nog handelingen verrichten. Tot de laatste seconde mag ze nog handelingen verrichten. En ik begrijp die meneer compleet. Ik begrijp hem compleet wat dat stukje aangaat. Wat grond is conversie van grond. Is het omzet. Ik dacht dat er een wet al was aangenomen destijds, zover ik me kan herinneren. In hoeverre ze het hebben geëffectueerd, weet ik nog niet. Maar er was ergens al een wet aangenomen. Ik begrijp hem. Dat zaken als erfpacht en grondhuurterreinen, en die mensen krijgen het al voor 45 jaar of voor 75 jaar. En daarna mag je de goederentroonverlenging aanvragen en je krijgt het dan weer voor 45 jaar. Maak die man liever eigenaar ervan. Zodat zijn grond dan meer waarde gaat krijgen. En een meer betere toevoeging gaat doen. En dan zet je een prijs ervoor. En ik stel toch eerder voor, een prijs beneden de commerciële marktwaarde. En niet boven de marktwaarde of gelijk aan de marktwaarde. Zodat die mensen die gronden kunnen gaan kopen. En dat is een goed voorstel. Is een voorstel die al jaren loopt. En op de agenda staat van iedereen. Maar op de een of andere manier, meneer, komt het niet van de grond, maar het idee is al er jaren. En daarmee zou de overheid ook een bron van inkomsten kunnen hebben. Want er zijn honderden gronden, honderden hectares die in grondhuur zijn. Honderden hectare, misschien duizenden hectare zelf. Nou, verkoop het voor die mensen. De overheid gaat geld. De overheid moet geld verdienen. Als een overheid geen bron van inkomsten heeft, dan kan de overheid haar huishouden ook niet gaan draaien. En de overheid, haar minste, grootste bron van inkomsten is haar belastingssysteem. Via ons belastingstelsel, dat is haar main source. En dat kan komen via belastingheffingen her en der. Het kan ook komen via invoerrechten die binnenkomt via de haven of luchthaven, etc. Maar dat is de grootste bron van inkomsten. Maar er kunnen externe bronnen gecreëerd worden, zoals deze meneer het daarnet heeft gezegd. Externe bronnen kunnen gecreëerd worden die voor wat meer inkomsten kunnen gaan zorgen dragen. Maar ik denk dat deze regering het wel gaat doen. Ze gaan het wel doen, maar het moet met een goed omschreven plan komen. Weet u waarom ik zeg met goed omschreven? Het mag niet zo zijn dat voor Jan A X geldt en voor B C geldt. Het kan niet. Het moet een consequente, vastgestelde regelgeving zijn waaraan iedereen zich aan moet houden. En als je eraan houdt, binnen een bepaald model, dan mag je mee participeren in dat systeem. Maar het mag niet op basis van neems en feestes zijn. Dan gaat het ook niet werken, want dan krijg je weer chaos, weer bandeloosheid. En weer corruptie, want we moeten zeggen, hé, je hebt een grondrap, je geeft 20 dus, hé, je hebt een grondrap, je geeft 40 dus. Allee, Rokoso. Alles kan, wat die meneer zegt, het is een goed idee, dat al jaren loopt. Maar het moet standaard uitgewerkt worden, zodat iedereen weet waaraan ze aan toe zijn. Dit is Kul Ajor Kul. We zijn nog live vanuit Paramaribo, Suriname. Dit is de zaterdagse aflevering. Ik vind het nog leuk dat u uw tijd neemt om te kijken en om te luisteren, want u heeft waarschijnlijk ook andere dingen te doen op deze zaterdag. We kijken nog steeds hier, we hebben nog steeds een overweging als we de zaterdagse uitzending mogelijk niet moeten gaan verplaatsen naar een avonduitzending.
Er zijn wat gemengde gevoelens er tegenaan. Ik heb een aantal mensen gevraagd en een aantal mensen vinden nee, die zaterdag moet blijven. Omdat die zaterdaguitzending overigens geïnitieerd is geworden door mijn vader. Die overigens Kul Anjorkel heeft gestart. En op basis van die emotionele gevoelens vinden mensen ook nee, het moet op die zaterdag blijven. Dus tot daar houden we nog even vast. Omdat je dan wat met emoties gepaard gaat, je niet moet vervangen op de een of andere dag. Maar we blijven even doordenken. We blijven vooralsnog doordenken. Maar andere mensen vinden ook, ja, in de avonduren hebben mensen relatief meer tijd dan in de ochtenduren. Want nu op de zaterdagochtend zullen mensen ook bezig zijn met hun eigen bezigheden. Mensen zullen ergens in de stad zijn, hun inkopen doen, hun bezoeken doen. En alles met COVID-19 maatregelen in acht te nemen. Maar u hebt uw eigen dingen te doen, dus we kijken er nog even naar. Dit is Kalaan Jorkel. Ik ga vandaag. Is de tijd er al, jongens? Ah, oké. Okay. Ik ga u mijn verontschuldigen. Ik ga u verontschuldigen vragen voor het feit dat ik vandaag even eerder uit de lucht ga. Ik vraag uw begrip daarvoor. Vanwege het feit dat ik wat een belangrijke privéverplichting moet doen. En op basis daarvan ga ik vandaag eerder uit de ether wat Kul Anjorkel aangaat. Maar ik ben er, zover u geïnteresseerd in bent, ben ik maandag wel live op mijn public Facebook. Het is geen Kul Anjorkel, houdt u dat vast. Dat is een heel ander soort ding die ik daar doe. Dan bent u ook daarop welkom. Maar zo niet, ben ik er weer woensdag aanstaande met een andere aflevering van gisteren, vandaag en morgen naar Rashid Pirkans Kul Anjorkel. Ik groet u, ik bedank u voor het hebben willen kijken en het hebben willen luisteren. En inshallah tot woensdag. Ram ram namaskar. Goede hafiz. Salam alaikum. Dit is Farid Pirkan. Voor Rashid Pirkans Kul Anjorkel. Dag.